Heb jij al eens moeten geeuwen toen je iemand anders zag geeuwen, zonder dat je moe bent? Waarom is dit het geval? Geeuwen is een reflex van de hersenen. Het begint met een kriebel achter in de mond en het is nauwelijks tegen te houden. De wetenschappers zijn het fenomeen nog steeds aan het onderzoeken, maar er zijn weliswaar al verschillende theorieën. Dit zijn de volgende theorieën. Een recente studie onderzocht het geeuwen bij honden. Deze ondervonden dat honden vaker gaan geeuwen wanneer ze hun baasje of iemand dat ze goed kennen zien geeuwen en dus minder vaak bij een vreemde. Zo hebben de onderzoekers de link kunnen zetten met de mens. Deze gaat ook meer geeuwen wanneer ze een vriend of een familie zien geeuwen. Dit fenomeen begint bij de leeftijd van 4 à 5 jaar. Dit is wanneer een kind de capaciteit ontwikkelt om de emoties van iemand anders te identificeren. Daarom gaan kinderen met autisme minder geeuwen omdat deze de emotie van andere mensen minder goed verstaan. De eerste keer dat men geeuwt is in de baarmoeder. Sommige wetenschappers zeggen dat dit nodig is voor de juiste ontwikkeling van de hersenen. Men dacht dat volwassenen geeuwden om zuurstof in de longen te sturen. Maar recente studies bewezen dat dit niet het geval is. Wetenschappers geloven nu dat als we geeuwen onze brein gaat afkoelen. Onze hersenen werken het best aan een bepaalde temperatuur. En geeuwen gaat onze hartslag doen versnellen, onze spieren activeren en verhoogt onze bloedcirculatie. Deze drie fenomenen zijn allemaal essentieel om de hersenen af te koelen. Maar waarom zijn onze hersenen zo warm? Dit komt door de vermoeidheid en vermindering van slaap. Daarom komt geeuwen vaker voor in deze situaties. Wetenschappers hebben een extra onderzoek gedaan waarbij mensen een warm pak op hun hoofd hadden en anderen een koud pak. Mensen met een warm pak gingen 41% van de tijd geeuwen toen ze iemand zagen geeuwen en de mensen met een koud pak deden dit slechts 9% van de tijd. Bij dit fenomeen spelen spiegelneuronen een grote rol. Ze zijn belangrijk bij het leren, zelfbewustzijn en verbanden leggen. Wanneer iemand een andere persoon een bepaalde handeling ziet doen, schieten de spiegelneuronen in gang. Ze gaan een true imitation doen. Dit betekent het kopiëren van doelgerichte acties wanneer een individu zich op een nieuw of ongekende manier gaat gedragen. Voor een onderzoek gingen mensen in een MRI zitten. Toen ze moesten geven, konden we zien welke regio van de hersenen actief werden. Zo konden de wetenschappers concluderen dat de spiegelneuronen aanwezig zijn in de posteriore, inferiore, frontale gyrus. Probeer het maar eens vol te houden om niet te geven bij het bekijken van het volgende filmpje.